We kunnen. Goedemiddag allemaal. Zit de stemming er al een beetje in? Ik dacht het al. Niet te geloven dit. Dit hadden we nooit verwacht. Maar we zijn blij dat jullie er allemaal zijn. Iedereen is inmiddels ook geïnteresseerd. Ik heb tegen iedereen gezegd dat er nog een paar mensen zijn. Dat er nog wat banken over zijn, nog ruimte over is. Ze zal wel schrikken die straks. Hey, allemaal welkom jongens en meisjes, jullie ook. We gaan er een mooi programma van maken. Ik zal jullie daar straks meer over vertellen. Maar ik ga eerst iedereen even binnenlaten. En in de tussentijd gaat Jeffrey iets ondernemen. Ik weet nog niet precies wat. Ik heb instructies gereden, die ga ik opvolgen. Jeffrey, het woord is aan jou. Dankjewel.
Ik heb het niet verwacht dat er zoveel mensen hier op afscheid zijn gekomen. Kun je zien hoe dat in de wereld leeft, hè? Oké, ik denk dat wij hier even gaan zitten op die bukken. Misschien is er een microfoon voor iedereen zelf, dan hoef je niet aan. Oké? Nou, welkom, dat heb ik al gedaan. Alleen ik wil een speciaal welkom heten aan die tafel. Dat is de familie Schouten, Klaas, Jolanda en de kinderen en schoonfamilie en opa. Opa zit daar, kijk. Heel goed opa, de grootste fan van iedereen. We hebben een klein programmaatje gemaakt. Allereerst krijg ik straks de wethouder, Josef Fit, het woord om iedereen toe te spreken. Daarna gaat Piet Schipper iets vertellen over Radboud, Schielenvereniging, IJsclub. Daarna gaat Inge Schouten iets vertellen over Irene en Fitness Club Nederland. Die hebben al heel lang contact met elkaar. Dan is er even een pauze waarbij de fanfare op gaat treden. En dan is de familie aan de beurt. Ik heb ze al een beetje geïnformeerd dat ze straks even naar voren moeten komen. Dus dat komt goed. En daarna kunnen er wat vragen gesteld worden uit de zaal. Ik loop de zaal in en Irene die zal de vragen beantwoorden. En aan het eind zal Jeffrey hier optreden. En in die tussentijd loopt Irene met haar medaille langs de tafels met de kinderen. Zodat er foto's gemaakt kunnen worden. Dat je even kan voelen hoe zwaar deze rij is. En hoe zwaar ze ervoor gewerkt heeft. En dan is het de bedoeling dat we rond 17:15 sessies afsluiten, want we hebben vanavond natuurlijk om 7:00 de gemeenschapsvrijding alweer. Dus dan gaan we allemaal naar huis eten en dan zorgen dat we op tijd in de gemeenschapsvrijding zijn. We hebben hier chocolade gehad met een snit gehad. We hebben appelflappen gehad, gesponsord door de Bekermarkt. Applaus! Je ziet daar een potje bar staan. Als je zegt ik wil even wat drinken, dan kun je daar een consumptie kopen. De opbrengst van die consumpties die gaan naar de molen, van de vrijwilligers van de molen hebben hiermee geholpen. Die gaan naar de IJsclub de Noord, want die hebben ook geholpen. En de helft van de opbrengst die gaat naar de gemeenschapsvaring. Dus dan werkt het aan verschillende kanten. Ik denk dat jullie het al heel leuk vinden als iedereen straks bij jullie langskomt, hè? Ja! Maar dat duurt nog even. Ik wil Josef, ik weet niet waar je zit, maar ik wil jou het woord geven. Je mag kiezen, je mag hier gaan staan, je mag hier gaan staan bij je reden. Dankjewel Tom. Welkom bij Irene. Wat leuk dat ik je nu live zie. Ik heb je goed gevolgd voor de tv. En nou ja, je hebt afgelopen zaterdag een geweldige race neergezet. Je bent de wedstrijd aangegaan zoals wij je kennen. Je start om te winnen. Dat klopt, hè? En daarmee ben je de eerste medeblikker die de Olympische Spelen op de Winterspelen heeft gehaald. Dus een applaus waard, denk ik. Niet al laten zien. Maar je hebt het al vaak laten zien. In Nederland kan bijna niemand om je heen bij de Mastart. In 2015 werd je wereldkampioen in een zwaanveld. En afgelopen zaterdag pakte je die prachtige bronzen slag. We zijn trots op je. Ik heb het grote genoegen gehad om afgelopen zaterdag in de Dars te zijn. Wat hebben we met je meegeleefd via het grote scherm? Het is dat de afstand tussen Nederland en Zuid-Korea wat groot is, want anders had je heel wat minder mee gehad bij de finish.
je graag een extra duwtje willen geven, maar helaas is dat in een andere discipline in de schaatssport. Irene, we zijn hier nu samen om jouw bronzen plak te vieren. Maar daarvoor heb je ook al zoveel mooie prestaties neergezet. Op schaatsen, skiers, de marathon, lange baan en natuurlijk de master. In alles ben je de absolute wereldtop. Dat klinkt wel, hè? De absolute wereldtop. Ja, dat klinkt goed. Goed, hè? Ja. Ik, de gemeente en alle aanwezigen hier en zoveel mensen in Nederland zijn apetrots op jou. Want dat is het, hè? Apetrots. Je bent een inspirerend voorbeeld voor zoveel mensen. En ik wens je nog heel veel mooie ervaringen en natuurlijk prachtige prijzen. En wie weet, over 4 jaar, nog eens zo'n mooie huldiging. Kijk, ik zie de ogen glimmen, dat zie ik nu niet, maar dat zie ik wel. Ja, dat lijkt me wel. Wel, hè? En wie weet, nog Nederlands kampioen natuurreis. Ga je nog rijden? Ik weet niet of er nog meer natuurreis aankomt, want normaal, of eigenlijk zou er iets morgenochtend nog een natuurreiswedstrijd komen, maar die gaat altijd door. Ja, omdat het toch wel best wel hard waait, dan ja, vriezen de meren dicht en een officieel NK natuurreis moet op een meer gehouden worden. Oh, nou, we blijven de volgende. Dankjewel voor al je harde werk en geniet van dit prachtige Olympische succes. Gefeliciteerd. Bedankt. Dankjewel.